Mercedes-Benz brengt dit jaar twee Belgische premières naar Mad Expo. Met naast de Arox ook deze vernieuwde Sprinter. De echte primeur was echter voor Philippe, die tijdens het bouwverlof al met de Sprinter in Euro 6 uitvoering op pad mocht. Vroeger waren bestelwagens redelijk eenvoudige voertuigen. Ze hadden een stuur, een laadruimte en ze deden waarvoor ze gemaakt waren. Goederen brengen van A naar B. En dat geldt ook voor de nieuwe Sprinter. Maar die doet er een schepje bovenop. In het verleden luidde elke modelwissel van de Sprinter de introductie in van een race met technologische innovaties die pas jaren later gemeengoed zouden worden op de bedrijfsvoertuigenmarkt. Ook nu weer. Ja, want de nieuwe Sprinter heeft een elektronica-winkel aan boord waar ze zelfs bij Mediamarkt jaloers op zouden zijn. Vooral de veiligheidsuitrustingen zijn indrukwekkend. Mercedes pakt trouwens uit met een aantal wereldpremières, zoals de Crosswind Assist. Een systeem dat ingrijpt en corrigeert bij felle zijwindstoten. En straffen is, het is standaard. Optioneel kan de Mercedes Sprinter worden uitgerust met de High Beam Assist. Een systeem dat de lichtsterkte van de grootlichten aanpast, zodat de tegenliggers niet verblind worden. De spoorassistent die de chauffeur helpt om op het juiste spoor te blijven en een Collision Prevention Assist die de remdruk verhoogt wanneer de afstand tot een voorligger snel afneemt. En dan is er nog de dode hoek assistent waarmee je alle weggebruikers altijd in het vizier hebt. Al zijn er sommige die je moeilijk kunt missen. De Sprinter komt op de markt met 4 en 6 cilinders die tussen 95 en 190 pk ontwikkelen. In combinatie met het Blue Efficiency Plus pakket dringt Mercedes-Benz het verbruik terug tot 6,3 liter per 100 kilometer. Een absolute recordwaarde binnen zijn segment. En dat is niet de enige grens die Mercedes-Benz met deze nieuwe Sprinter heeft verlegd. Ja, want de manuele 6-versnellingsbak krijgt het gezelschap van de automatische 7G-tronic. En die transmissie zorgt, al zeg ik het zelf, voor een uitzonderlijk rijcomfort. En in vergelijking met de uitredende 5-trapsautomaat is die nog eens 3 liter per 100 kilometer zuiniger. Moet er nog zand zijn?